Dan geef ik nu het woord aan de heer Bisschop namens de SGP. Voorzitter, dank u wel. Onlangs verscheen, voorzitter, een mooi Klingendaal rapport met scherpe analyses onder de titel De Europese Commissie in balans? Vraagteken, ambitie, organisatie en macht als ondertitel. Het rapport doet de geschiedenis en de aard van de Europese Commissie als vuilnisbak en ras uit de doeken. En dat is niet vervelend of negatief bedoeld, maar wel staatsrechtelijk bedoeld. Het is een beetje een onbestemde staatsrechtelijke positie die het inneemt. En het rapport verheldert hoe dit orgaan steeds meer invloed vergaarde. En bovendien markeren de onderzoekers een aantal knelpunten. Zoals de vraag, neemt de commissie niet te veel taken over van, inderdaad, soms tekortschietende lidstaten? Ten tweede, hoe verhoudt een ambitieuze commissie zich tot het draagvlak in de lidstaten? En in de derde plaats, wat betekent de keuze van een commissie voor visionair, groepsgericht of functioneel leiderschap voor de toekomst van de Europese Unie? Voorzitter, het zijn terechte vragen die reden tot zorg geven over de positie van de EU-lidstaten. Onder von der Leyen kiest de commissie overduidelijk voor ambitie en visie. En interessant genoeg, het Klingendaal-rapport laat zien dat ambitie juist ineffectief kan zijn vanwege de wens van de lidstaten om zuinig om te springen met solidariteit, financiële verplichtingen en overdracht van soevereiniteit. Mijn vragen op dit punt aan de minister-president. In de eerste plaats, deelt hij de zorg dat te grote ambitie ten koste gaat van de staatssoevereiniteit, van het draagvlak voor de EU en zelfs van de effectiviteit van de commissie? En de tweede vraag, heeft het kabinet in haar input voor het commissiewerkprogramma gepleit voor meer ruimte voor verscheidenheid en variatie? Voorzitter, de nieuwe commissie legt de groene lat zeer hoog. Timmermans en zijn collega's willen meer regie over ons milieu, energie en klimaatbeleid. En zeker, we moeten uit het oogpunt van rentmeesterstap inderdaad ook stappen zetten voor een gezonde leefomgeving en een duurzame energievoorziening. Maar dat betekent nog niet dat het principe van subsidiariteit er maar overboord moet worden gezet. En dat zie ik nu wel gebeuren. Althans, ik zie daar in die richting het zich bewegen. Laat de EU doen waarvoor ze bedoeld is. Zorgen voor een goed emissiehandelssysteem en voldoende stroomkabels tussen de lidstaten, laten we het zomaar even simpel zeggen. Maar laat de lidstaten zelf verder aan het roer. Mijn vraag aan de minister-president is, hoe gaat hij zorgen dat von der Leyen en Timmermans bij hun leest blijven op dit punt? En voorzitter, dat brengt me bij de Europese Centrale Bank. Diens hoofddoel is het handhaven van de prijsstabiliteit. En daar wordt nu zomaar een tweede doel aan toegevoegd, namelijk flink bijdragen aan de klimaatdoelen. Mijn vraag aan de minister-president, is hij het met ons eens dat de ECB hiermee haar bevoegdheid te buiten treedt en wat gaat hij doen om dit tegen te gaan? Voorzitter, ik had ook een vraag over het meerjarig financieel kader. Die vraag is al gesteld, ik sluit me aan bij de collega's die aangedrongen hebben op het handhaven van die 1% norm en hoe de minister-president dat gaat behartigen, die doelstelling. Voorzitter, tot slot, Europa gaat een spannende periode tegemoet. Is het de EU, is er voor de lidstaten of wordt het motto de lidstaten zijn er voor de EU? Het Klingendaal-rapport merkt op dat de verdragen meer duidelijkheid zouden kunnen geven, bijvoorbeeld omtrent de doelen en de positie van de commissie als motor van integratie of de verduidelijking van het nauwere verbond tussen de Europese lidstaten ook via transgouvernementalisme kan verlopen. En voorzitter, in dat licht dan mijn laatste vraag. Hoe staat het met de uitvoering van de in april aangenomen motie Bisschop Leijten over het schrappen van de zinsnede Ever Closer Union? Voorzitter, ik wil het hier even belaten. Dank u wel. Ja. Mevrouw Allehand, de heer Bisschop. Mevrouw Allehand heeft een vraag. Ja, voorzitter, gelet op de grote veranderingen die plaatsvinden in de landbouw en waarschijnlijk ook als gevolg van de klimaatplannen, wilde ik aan de SGP toch vragen hoe ze dan staat tegenover de handelsverdragen, waaronder CETA, waarin ook een van de andere problemen aan de orde is, die wat de heer Bisschop zojuist benoemde,
overdracht van bevoegdheden naar de EU. Omdat in dat verdrag commissies zitten die dan samen met elkaar dat verdrag nog weer kunnen aanpassen nadat de lidstaten zich erover hebben uitgesproken zonder parlementaire controle. De heer Bisschop. Dus ik vroeg me af, hoe staat de SGP er inmiddels in? De heer Bisschop. Voorzitter, over die handelsverdragen komen we nog uitvoeriger te spreken, neem ik aan. En op dat moment zullen we ons standpunt ook duidelijk maken. Maar we hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat wij gereserveerd staan, laat ik het voorlopig zomaar even formuleren, om een aantal redenen gereserveerd staan tegenover de handelsverdragen zoals die op dit moment, voor zover ze bekend zijn, voorliggen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bisschop.